Hoi, ik ben Suus en ik ben vandaag onderweg naar de vaccinatielocatie van de GGD Hollands Noorden in Alkmaar. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom een rondleiding geven. Dat klopt, heb ik doorgegeven. Fijn. U mag hier naar rechts toe. Ja? Die zou door en kunt u daar achter parkeren. Die kant op. Ja, hier naar rechts. Dank u wel. Hey, fijne dag nog. Dag. Tot ziens. Nou, eens even kijken. Nou, als het goed is, zijn ze er helemaal klaar voor. Dus ik ben erg benieuwd hoe het allemaal werkt. Hier is het dus. Het is nog heel groot. En ik zie daar de ingang. Ga je mee? Zoals jullie zien, ze zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten. Ik ga naar binnen. Ik ben hier aangekomen in de ruimte waar je moet wachten voordat je de locatie ook daadwerkelijk ingaat. Het lijkt hier wel de Efteling of het vliegveld als je zo kijkt naar die rijen. En wat je ook ziet zijn de groene stippen op de grond. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat zodra hier meerdere mensen aanwezig zijn, dat het belangrijk is om die 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Daarom zijn deze groene stippen op de grond heel belangrijk. Hier moet je op gaan staan om ervoor te zorgen dat je de 1,5 meter afstand ook bewaart. Oh, en even ook heel belangrijk, het dragen van een mondkapje. Voor wie de spanning net iets te veel wordt, zijn hier de toiletten. Kun je nog even naar het toilet voordat je naar binnen gaat. Tijdens het wachten kun je op het scherm meekijken naar alle instructies en maatregelen waar je even om moet denken. Eenmaal aangekomen bij de ingang staat hier een begeleider te wachten. Deze begeleider zorgt ervoor dat er niet te veel mensen tegelijkertijd naar binnen gaan en in het pand zijn. Eenmaal binnen word je opgevangen door een gastvrouw. Deze gastvrouw loopt met jou alle papieren door, waaronder de gezondheidsverklaring. Wanneer alle papieren in orde zijn, word je doorverwezen naar een vaccinatieruimte. Ik ga naar ruimte nummer 7. Hier is het, de vaccinatieruimte. In de ruimte zijn er 2 medewerkers aanwezig. Een administratief medewerker en een vaccinatiemedewerker. Zodra het administratieve gedeelte is afgewerkt, wordt er via de schuifdeur van het loket een vaccin afgegeven. Het vaccin wordt in de arm en staand toegediend. Al met al duurt de hele procedure zo'n 5 minuten. Tot slot krijg je een vaccinatiebewijs uitgeprint mee naar huis. Oh, en mocht je nou van jezelf weten dat je last kunt hebben van flauwvallen, bijvoorbeeld tijdens het vaccineren, is er een speciale ruimte aanwezig waar je eventueel liggend kunt worden gevaccineerd. Na het prikken loop je door naar de wachtruimte om 15 minuten nog even te kunnen zitten. Er is namelijk een piepkleine kans dat er bijvoorbeeld een allergische reactie optreedt na het vaccineren. Daarom is er altijd een verpleegkundige aanwezig. Zo, dat was het. Na een kwartiertje ben je weer buiten. Dag!